Ze schreef al twee romans die zich afspeelden in de wereld van de Italiaanse maffia. Maar nu gooit Natasja Hoyting uit Emmeloord het over een compleet andere boeg, om maar een mooie maritieme uitdrukking te gebruiken. Ze doet dat letterlijk en figuurlijk. Want haar nieuwste boek, De Duvel en de Gouden Veer, die speelt zich af in de Gouden Brief, moet ik zeggen. Ja, het staat hier een beetje verkeerd. Het speelt zich af in de Gouden Eeuw, in een decor van zeeoorlogen en zeehelden. We praten met de schrijfster Natasja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, De Duvel en de Gouden Brief. Je hebt er al eerder in een gesprek bij ons iets... Wat zeg je? De Gulden Duvel en de Brief. Ja. Ja, de Gulden Duvel. Ja, precies. Ja, sorry, dat staat hier inderdaad. Ja. We gaan het meteen aanpassen. Je hebt al eerder een keer over dat boek verteld, toen je ermee bezig was om het te schrijven. Je was hier omdat je twee Italiaanse thrillers hebt geschreven. Sonata en Scarlatto. Italiaanse thrillers zeg ik dan omdat de maffia daar een rol in speelde. Maar het is een heel ander verhaal. Nu heeft dat je veel tijd gekost. Op zich best wel veel tijd. Ik heb natuurlijk heel veel research ervoor moeten doen. En aanvankelijk was ik dit boek al gestart ongeveer 6 jaar geleden. En door zakelijke drukte en dergelijke kon ik er toen niet mee doorgaan. En toen kreeg ik vervolgens in die tussentijd inspiratie voor dus de romans Sonata en Scarlatto. En heb ik dus het hele thema voor een periode laten liggen. Toen vorig jaar had ik zoiets van het onderwerp dat trok mij ontzettend aan, die 17e eeuw nog altijd. Dat is toch ook de voorkeur waar ik over schrijf. En ik heb het dus weer opgepakt en een anderhalf jaar later ligt het boek er dus volledig. Dus ontzettend leuk. Ja, maar dus wel een heel ander verhaal dan je tot nu toe gewend was. Hè? Want dit speelt in de 17e eeuw. Hè? 1665, 1667 was de tijd van de Tweede Engelse Oorlog. Dat is eigenlijk het decor, de tijd waarin dit zich afspeelt. Waarom wil je zo graag in die tijd gaan schrijven? Nou, eigenlijk Sonata en Scarlatto waren voor mij toch meer uitstapjes. Die boeken kwamen op een andere manier tot stand dan De Gulden Duvel en De Brief. En dit kwam eigenlijk, ik heb eigenlijk altijd al geschreven in de periode van de 17e eeuw. En mijn voorkeur ligt daar echt meer dan nog dan die Italiaanse maffia. En dat komt ook, in mijn tienertijd had ik het vak kunstgeschiedenis. En ik had daarvoor een leraar en dat was meneer Barf. En die man die kon zo enthousiast vertellen over de kunst die hij op zijn vakantie had gezien. En dan nam hij allemaal foto's van zijn vakantie weer mee terug naar de opleiding. En als ik dat zag, dan werd ik al helemaal enthousiast. En zo ben ik zelf daar ook mij er meer in gaan verdiepen. Ik heb een tijd cultuurwetenschap gestudeerd. Heb ik nu sinds kort weer opgepakt, omdat ik daar weer wat tijd voor heb. En daar heeft toch altijd mijn hart gelegen. Had je het liefst een 17e eeuw willen zijn? Nou, dat denk ik niet. Dat is toch eventjes wat andere tijd dan dat het nu is. Maar het lijkt mij wel ontzettend leuk om de mogelijkheid te hebben om door de tijd te reizen. En eigenlijk is het met het schrijven, reis ik dus als het ware door de tijd. Dus zodra ik achter mijn computer zit en bezig ga met schrijven, dan ga ik terug in die tijd. Dan ruik ik de stinkende grachten en dan hoor je de koetsen over de stenen heen ratelen. En dus dat vind ik ontzettend interessant allemaal. Ook naar aanleiding dus van kunstwerken die je dan ziet uit die tijd. De schilderijen en dergelijke. Dus dat boeit mij ontzettend. Ja, want die spelen een belangrijke rol, hè, die kunstwerken in het boek. Bekende schilders komen erin voor. Admiraal Michiel de Ruiter komt erin voor. Hoe waarheidsgetrouw is eigenlijk wat jij opschrijft? Heel waarheidsgetrouw. De basis van het boek, dus de achterliggende basis, die is dat klopt volledig met de werkelijkheid. Dus het speelt zich ook af in de periode van de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. Die dus op zee werd uitgevochten. En
In mijn boek beschrijf ik dus ook de aanloop naar deze bewuste slag, de slag bij Chatham. En ook tijdens de slag van Chatham, wat ik heb beschreven, klopt eigenlijk van uur tot uur. Klopt dat helemaal. En ook de schepen die erbij aanwezig zijn geweest. Een heleboel kapiteins die er waren. Die kloppen gewoon letterlijk met de werkelijkheid. Ja. Het verhaal zelf is gewoon natuurlijk wel fictief. Maar de achtergrond is daadwerkelijk gebeurd. Ik vroeg me ook nog af, dit is ook wel een goed onderwerp, hè? Zo'n oorlog tussen Nederland en Engeland in deze tijd van Brexit. Heb je daar nog speciaal aan gedacht? Daar heb ik niet speciaal aan gedacht. Maar ja, ik woon zelf ook parttime in Schotland. Dus dat speelt bij mij persoonlijk wel heel erg, ja. Ja. Maar ja, laten we hopen dat het niet weer op zulke oorlogssituaties uitloopt. Nee, het wordt in ieder geval wel spannend de komende dagen. Maar goed, jouw boek, kunst, dat zei je al, is weer een belangrijke rode draad. Hè? Een kunsthandelaar is de hoofdpersoon, Nicolaas van Raven. Die speelt een belangrijke rol. Is dat ook echt een persoonlijke behoefte van jou, dat je het leuk vindt om over kunst en zo te schrijven? Ja, dat vind ik wel heel leuk. Het is eigenlijk wel een beetje toevallig dus dat de vorige serie in basis over de kunst ging. Ja. En dat dat nu dus ook weer gebeurt. Dus dat is wel wat toevallig. Alleen, en ook het volgende boek waar ik nu mee bezig ga, gaat het dus ook niet meer over kunst. Speelt zich dan wel in de 17e eeuw af. Maar ja, dat kunst, dat is nu eventjes gebeurd, zeg maar. Maar ja, dat interesseert mij ontzettend. Dus daarom is het dus in alle drie de boeken tevoorschijn gekomen, zeg maar. Ja, want we hebben allerlei verwikkelingen rond schilderijen, kunstroven. Nou, spannend verhaal, want uiteindelijk, mag ik dat zeggen? Een dreigende aanslag op een belangrijke admiraal? Ja, precies. Dreigende aanslag op een heel belangrijk iemand. En dat moet Nicolaas van Raven zien te voorkomen. Dus er gebeurt heel veel in ieder geval. Dus, ik heb gehoord van een proeflezer, die had het erover dat hij vond het een avontuurlijke jongensroman die ook heel goed door een vrouw te lezen was. Oh, dat is een compliment? Nou, ik vond dat wel heel grappig, ja. Om te horen. Ja, want je bent aan het schrijven en je hebt zoiets van, ja, hoe komt dit over bij mensen en in welk genre is het straks te plaatsen? En als je dit dan hoort, denk je, oh, wat grappig zeg, een avonturenroman. Ja, leuk. Ja, nou ja, dat is het zeker. En ook volgens mij met merkbaar plezier geschreven. Is dat zo of ben je dan ook heel erg aan het worstelen als je zo'n verhaal aan het maken bent? Nou, er zitten wel momenten bij dat je dus wel aan het worstelen bent, uiteraard. Vooral aan het begin. Dit verhaal was ik natuurlijk 6 jaar geleden gestart en ook weer gestopt op een gegeven moment. En je moet je natuurlijk weer helemaal die tijd eigen maken. En je moet je zo weer inleven in dat verhaal. Dat is wel eens bloed, zweet en tranen, zeg maar, wat daaraan te pas komt. Maar als je dan eenmaal er weer helemaal in zit, dan kan ik ook best wel snel schrijven. En dan is het zo heerlijk. Dat is echt, dat maakt alles goed. Ja. Ja, en dan is het boek op een gegeven moment af. En dat is nog wel een interessant detail. Je bent dat persoonlijk gaan bezorgen, hè, bij mensen die het wilden kopen. Klopt, helemaal, ja. Op het moment is natuurlijk ontzettend moeilijk om een boeklancering te houden. Ja, je kon het houden, maar dan moest je maar met een bepaald aantal mensen kon je daar zitten. Ja. Nou ja, dan moet je dus gaan bepalen van wie ga je uitnodigen. Die wel en die niet. Dus daar had ik niet zo heel veel zin in. En toen, ik hoorde via al een auteur die was ook langs huizen gegaan. En ik dacht van ja, zou dat ook iets voor mij kunnen zijn? En ik had zoiets van, ja, mijn lezers zitten tot aan Vlaanderen aan toe. Hoe ga ik dit doen? Nou ja, op een gegeven moment dacht ik van, nou, dan ga ik het gewoon een wat kleiner gebied ga ik ervan maken. Dus ik ben in de Noordoostpolder geweest. Vanaf de Noordoostpolder, dus het gebied van Kuinderen, Meppel, of Wolfga in de tussentijd nog, Meppel, Zwolle. Dus zo ben ik dat gebied doorgegaan. En nou, het was ontzettend leuk. Heel veel hele erge leuke reacties gehad. Ja, die mensen zitten dus nu allemaal met gespannen aandacht dat boek te lezen. De Gulden Duvel. Dat hoop ik. En de brief, zo heet het. De Gulden Duvel en de brief van Natasja Hoyting. Ja. Verschenen bij uitgeverij Ellis. Het ligt inmiddels in de boekwinkel.
Een mooie voorkant heeft het boek, zie ik, Natasja. Ontzettend bedankt voor dit gesprek en succes.